Hallo mensen, vandaag ben ik weer buiten. Het is mooi weer voor zover je ziet en best wel fel licht. Het is nu begin lente, dus winter is zo goed als voorbij en we gaan in de kas. Dus in de kas gaan we de stelling even verstevigen met beugels. Maar natuurlijk gaan we eerst de kas van het slot afhalen. Even kijken, ik ben net de sleutelbewaarder even toe. Met al die sleutels. Daar is 1. Dan sleutel nummer 2. En zo doen we de kas open. Dan halen we hier een eindje weg. Dan heb ik een paar blokken liggen. Ik hou het niet open. Dit is het slotje. Even los. En zo kunnen we in de kas. Jawel mensen, je ziet, ik heb de deur open. Dit is de stelling, die is helemaal gefixt. Ik wil een plekje maken waar ik de zaadjes neer kan zetten. En de vaste potten blijven staan. Dan heb ik een tweede stelling. Deze. En die wil ik even verstevigen met de poten, want die zitten nu met enkele schroeven. En ik wil ze met L-vormige beugels, wil ik ze dan gaan verstevigen. Dus al deze planten moeten er allemaal even af. Nou, je zou het ook bijna niet zeggen, maar deze planten zijn er best veel, zoals je ziet. En die hele stelling moet er even uit. Dus die gaat tussen de deuropening. Dan gaat die naar buiten, zet ik hem daar zo neer. En dan kan ik hem daar gaan verstevigen. Maar eerst het klusje van al deze planten eruit te halen. Veilig en voorzichtig. Maar ja, je ziet het al, hè? De kast komt al lekker in het zonnetje te staan. Dus nog heel even. En dan staat het lekker in het zonnetje. Zit van binnen ook lekker warm. En dan kunnen we nu eerst lekker even een bak koffie drinken. Zodat het binnen goed kan opwarmen door de zon. En dat vind ik zelf ook wel erg lekker eigenlijk. 30 graden, 35 graden met een volle zon erbij. Lekker hoor. En 's avonds wordt het niet kouder dan 16 tot 18 graden. Dikkie dik. Maar natuurlijk mensen, gaan we eerst zorgen dat de onderkant van de stelling helemaal schoon is en vrij is van spullen. Nou, je ziet het wel, hè. Ik heb alleen wat enkele spullen onder de stellingen. Dus dat moet er even van vandaan, want dat moet bewaard blijven. Zoals je wel kan zien, hè, deze stelling is helemaal verstevigd met beugels. Zowel op deze kant als de andere kant, zodat die niet heen en weer kan gaan en niet op en heen en weer. Snap je? Dus deze beugels, die gaan we hier ook fixen. Dus mensen, halen we eerst alles leeg. Wat gaan we doen op deze manier? Een fles buiten. Een rolfolie. Hier een rolfolie. Spinnen helaas. Hier nog een oude rolfolie. Hier hebben we er nog een. 3 reserve, je weet maar nooit. Nou, plasteen. Hier naartoe. Plasteen hier vandaan. Dan hebben we nog wat potjes. Die zetten we aan de rechterkant. Dus, zou ik er heel even onder moeten. Oh nee, hoeft niet. Hoeft niet. Nou, dat is alles. Zo kan hij er zo uit al. Nou, zo doen we het. Dit is natuurlijk slechts maar een beginnetje. Jawel mensen, ik ga jullie nu laten zien waar ik de cactus even neer ga zetten. Dan kan ik jullie laten zien. Dan heb ik hier
Ja, het stijgt iets op door de wind. Ik heb hier een heel mooi stukje zeil meegelegd, vuilniszak eigenlijk. Daar komen ze bovenop te staan. Dan voorkom ik dat het troep op de vloer komt. Dus op deze manier zorg ik dat mijn cactus even verplaatst worden. Nou heb ik hier zo alle planten neergezet. En de stelling is nu even gemaakt. En hier staan mijn plantjes. Hier hebben we de stelling met de boormachine. Ik heb alles vastgezet in de hoeken en met beugels, zodat als ik water geef, dat als de aarde zwaar wordt, dat de poten hem wel kunnen dragen. Dat is erg belangrijk met een cactusstelling, dat je het dubbele gewicht kan dragen als wat je erop zet. Dus die hoekbeugels zijn een uitkomst. Je ziet natuurlijk wel, zo'n stelling is een hele harde constructie, zodat je alles kan dragen van plantjes. Meer dan 500 kilo moet dat kunnen dragen. Dit is natuurlijk ook oud pellethout. Wel nieuw pellethout, maar ja, gebruikt van een pakket. Nou, daar is mijn stelling van bestaan. Maar natuurlijk heb ik effectief geen platen buiten. En dan moet je zien, wat een ruimte. Wat een verschrikking van een ruimte. Maar ik ben blij dat de stelling niet terug kan. Zoals deze. Nou, je ziet, de meeste planten zijn opgeborgen. Ik moet nog een klein beetje. Je ziet het. Dan gaan we even naar de kers. En dan zie je, de stelling is verstevigd. En de planten worden geplaatst. Maar natuurlijk lekker zo dat kast in het zonnetje. Dan zie je ook wel, de stelling staat weer. Hij is weer gefixt. Dus ik ben ready voor vandaag. Stelling is verstevigd. Nu kan het ook extra kilo's verdragen. Want het is namelijk zo, natte grond weegt een stuk zwaarder dan verse droge grond. En dat geldt voor ieder soort, elk plantje. Nou, nu zijn alle twee de stellingen gefixt. Ja, dus mensen, dit is hoe ik de stelling verstevig. Beugeltje voor beugeltje. Twee beugels per paal. Dan blijft die lekker stevig. En dit is hoe ik dat in de lente, of eigenlijk, het is nu, wat is het nu? Het is nu 22 februari. En heb ik nu mooi gefixt even op tijd. Want als ik nu water mocht gaan geven, kan ik meer gewicht dragen. Daarvoor heb ik juist die beugels ertussen gebracht, want meer gewicht is meer stevigheid. Dus mensen, dankjewel voor het bekijken van deze video en graag tot ziens. Oh, graag even een duimpje. En als je het super leuk vond, even abonneren op mijn kanaal. Hey mensen, toppie. Laters.